Ze zei, Anna! We gaan iets leuks doen. Maar wat? Dat is nog een verrassing. De nationale vallen is dagen binnen waar ze weer van start gingen. Het start komt bij het jong bij de bibliotheek in Sjoerhusterveen. Dit waar Dien terug maken van der Haar, die het verhaal vertelde over het printenboek van het dier. Via deze wij was het bij ek een badskip Marjan. Nou, dat voorlezen en verhalen en boeken sowieso ontzettend leuk en belangrijk zijn, maar dat het ook nog aangevuld kan worden met muziek en bewegen en spelletjes en van alles eigenlijk. Zullen echt heel rustig zijn. Kiekeboe! Kiekeboe! Ja. Verhalen spelen wel altijd een grote rol, omdat het voor kinderen natuurlijk aanspreekt. En het is een hele mooie inspiratie om ook liedjes bij te maken. Ik weet dat jij er heel goed tegen kan. Maar ik hou er niet van. Het doel van de Nationale Vallesdagen is het bevorderen van het positieve effect op taalontwikkeling. Maar klam op boodschap, stavering en tekstbegrip. Jelle van der Wal verschijnde te gerne met zijn pakenscisser op de Vallesdagen. Nou, uw dochter en klaszoon die wij in Sjoerhusterveen. En op wijsjes binnen wij oppaspaken en beppen. Nou, en doe hem dus lezen in de kranten dat dit je weer. Dus we zijn, dit is een hele mooie mogelijkheid om hier even in te gaan. Nee, ik hou niet van verrassing. Begint het verhaal weer helemaal opnieuw. Wij lezen net altijd voor, maar hij vindt het wel heel leuk dat wij hem voorlezen. En begin ik wel eens even naar de Bibta om boeken van hem uit te zieken die hij leuk vindt. Maar hij wel eens van die boeken mij van die grote platen erbij, dat er eenzelfde verhaal beleef ik in. Dus ja, daar ben we wel mee dwaand. Maar ja, dat komt ook omdat van die cel wist vanuit in beroep dat leespromotie op jonge leeftijd begint. Dus dat was bij jongeren bijna altijd dwaan. Dus vandaar. Elke keer weer afwachten wat voor publiek je hebt. Het zijn natuurlijk jonge kinderen. En de ene keer zit iedereen heel stil en rustig. En de andere keer rent iedereen rond of er valt iemand en die huilt. En het kan allemaal. Maar ik vond het hartstikke leuk. Echt heel rustig zijn. Kiekeboe!